hoe kom je nu werkelijk aan een betrouwbaar klussenbedrijf? En dat is eigenlijk de vraag die ik afgelopen maand steeds meer krijg. En daarom eigenlijk deze video van een bouwbusje wat hier staat in de vroege ochtend. En ik hoop dat je het kan verstaan, maar in de drukte van het leven. En ja, als je gewoon allerlei dingen te doen hebt, dan zoek je gewoon een betrouwbare aannemer. En omdat ik die vraag vaak krijg, zoek ik eigenlijk de beste oplossing daarvoor. En natuurlijk kun je referenties navragen, navragen bij vrienden. Vervolgens de aannemer zelf benaderen en referenties vragen. Aanvraag natuurlijk wel wat voor keurmerk hij is aangesloten, misschien heeft hij wel bouwgarant. Maar wat kun je nog meer allemaal doen om betrouwbare aannemer te krijgen? En daar gaat eigenlijk dit bericht over en ik zal uit de herrie gaan en in het bericht meer tips geven over een betrouwbare aannemer en waar die in mijn ogen aan moet voldoen. Dus ik zal de link even onder de video zetten.